Goedenavond allemaal, ik ben Lexi Jones en ik ben Miss Drag Queen de Planet 2014 en ik ben afkomstig uit Oudenaarde. Vroeger was mijn naam Lexotica, omdat wij een vrij erotische naam gezocht hebben en omdat ik eigenlijk begonnen ben als travestie te werken op erotica beurzen en meer in het nachtleven te werk gesteld, wat zou ik maar zeggen. En vandaar was mijn naam Lexotica ontstaan en daarom heeft mij dat echt gedurende 5-6 jaar achtervolgd. En hebben we er een beetje problemen mee gekregen. En nu, aangezien je meedoet als Miss België travestie, zijn we toch voor een internationale naam gegaan. Het is eigenlijk een heel moeilijke persoonlijke vraag dat je stelt. Het is door mijn relatie gekomen die stuk gelopen is. En door te vertellen tegen mijn vrienden van ik had beter een vrouw geweest. En dan zijn ze bij mij thuis gekomen met potjes smink en weet ik veel dingetjes en hebbekes. En zijn ze mij beginnen maquilleren en zo is het allemaal beginnen ontstaan. Eigenlijk gewoon puur voor de grap. Veel sterker als de echte persoon die achter de Lex zit. Dus ja, heel veel sterker. Ik vind persoonlijk van wel, een keer dat je de schoenen en de make-up en de pruik op je hoofd zet, zet je totaal een andere persoonlijkheid. En dan voel je je automatisch meer vrouw en heb je meer lef om dingen te uiten naar het publiek toe. Ik vind het toch persoonlijk van wel, ja. Ik ben eigenlijk nog maar een kleine 6 jaar bezig. Ik vind het nu nog eigenlijk niet zo heel lang. Ik ben het nog leuker en leuker te vinden, omdat eerlijk gezegd een travestie of gelijk wie die in deze wereld zit, elke dag leer je meer en meer en meer bij. Het stopt nooit met bij te leren en dat vind ik er heel leuk aan. Het is niet van, je hebt zoveel titels, nu kan ik hier alles, dat klopt niet, want je leert elke week of elke dag maar bij. Het is geen make-up techniek, het is hoe je je pruiken moet beter doen. Constant leert je bij en ervaring worden uitgedeeld en dat is heel plezant. De kick. Ja, ik denk de kick is heel belangrijk. Dat de adrenaline die er aanwezig is op dit moment. En natuurlijk, als je meedoet, ik denk dat iedereen van dezelfde principes is toch. Je gaat toch meedoen om te kunnen winnen. Dus sowieso. Ik heb een paar tips. Dus vooral blijf jezelf. Doe nummers waar je echt zeer, zeer goed bij voelt. Niks laten opleggen waar je echt niet goed bij voelt. Dat komt nooit goed over bij het podium. Kom heel commercieel naar buiten. En wees een mis die heel oprecht eerlijk is naar de buitenwereld toe. Dat is een goede mis. Ik heb dit jaar Miss Drag Queen de Pannen gewonnen en ook Miss West-Vlaanderen ondertussen. Dus vandaar dat ik moet meedoen aan Miss België travestie. En ik ben er zeer trots op deze titels. En waarom dat ik gewonnen heb? Ik heb heel verrassend uit de hoek gekomen. Totaal een andere persoonlijkheid dan de Lexotica van vroeger. Dus met een ander repertoire, zeg maar zeggen. En dat heeft de jury enorm kunnen beïnvloeden. Dan ze gezegd van, dat waren we niet gewoon van Lexotica. Dat was toen nog Lexotica. En dat was mijn sterkste. Ik ben naar buiten gekomen met de lookalike van Dalida en dat er niemand verwacht van mij. Dat ik totaal een genre buiten vroeger een Lady Gaga toestand. En plots een heel chique madame, een heel grote dame nagedaan heb. En dat was het sterkste punt. Ik weet het niet, soms zijn ze soms op YouTube bezig met muziek aan het beluisteren en plots klikt iets aan. En dan zeg ze van ja, dat vind ik wel goed. En dan zoekt je een speciaalere versie ervan, een remix-versie ervan. En dat groeit alleen maar, dan laat je dat mixen. En dan zeg je van ja, dat zie ik wel zitten. Dan zou ik de lookalike beginnen met make-up testen te doen. En dat blijkt dus, ja, het loopt soms heel raar. Er sommige nummers. Je voelt je er dan heel goed bij of je voelt er gewoon niet goed bij. Ik heb zoiets van in mijn auto, als ik een cd'tje opsteek en na 3-4 keer vind ik het nummer al erover, doe ik het weg. Dan is het zo van, nee, dat is echt mijn ding niet. Als ik het blijf beluisteren en beluisteren en beluisteren, ben ik zeker dat ik een goed nummer te pakken heb. Dus, en dat zijn we nu ook aan het doen, voor de muzikale travestie. Ik vind het een klein beroepje ondertussen geworden. Als je eigenlijk wekelijks op het podium staat, kun je al eigenlijk een beetje zeggen dat het een beroep is. En tijd insteken doe je altijd heel veel. De maquillage duurt een tijdje. De training met danser of zonder danser duurt altijd een tijdje voor de choreografie en te vinden. De kledij die aangepast moet worden, de juiste pruiken. Dus ik krijg constant tijd. Ik moet eerlijk zijn, ik ben er eigenlijk alle dagen mee bezig, toch wel. Na mijn werk, mijn huidige job, ben ik er constant mee bezig. Ik denk een verslaving. Ja. Voor mij is het een verslaving, ja. Hartelijk bedankt en nog veel succes met je toekomstige carrière. Dank je vriendelijk, graag gedaan.